First of all, that's football. Maybe they were negative. I don't know why, because Germany has always good players. They are always strong. But if you beat France, that was maybe the reason that they are much more positive now. But it's a little bit strange in 1 week, yeah, to be negative, and after that they are the big favorite for to win the Euros. I think it's a little bit more in the middle. Ja, grotendeels wel. Ik denk richting einde wedstrijd dat we wat meer problemen kregen om de ruimtes die tussen lines wat meer vielen als daarvoor. Klopt dat we eigenlijk de beste fase na rust hadden. Toch een aantal goede mogelijkheden. De eerste helft ging redelijk op en neer. Hebben we dat aardig goed kunnen verdedigen. En bij momenten hadden we toch een aantal keer onnodig weer. Balverlies, maar oké, dat gebeurt dan. Maar je zag wel dat, en in mijn optiek misschien ook door de wissels, konden we het op een gegeven moment de ruimtes wat minder goed verdedigen. Ja, dat vond ik met name Musiala bij hun wel de speler die dan tot het einde aanvallend gezien het gevaar brengt. Ja, en dan valt de goal pijnlijk uit een... Dat je twee tegengoals krijgt uit twee standaard situaties al wel. Ik wel vond dat Rüdiger gewoon een overtreding maakt op Weghorst. Die loopt hem vol in zijn rug en die bal valt daar tussen op een schouder. Ja, en begreep dat er een chip in de bal zit. Dus dan moet ik het helaas wel geloven. Maar al met al denk ik dat we... Dat we redelijk tevreden kunnen zijn. Maar wel de wijze waarop je dan twee doelpunten tegen krijgt. Waarin vind ik de eerste. De corner dat we wederom. Dat het veel te lang duurt. Dat we in de juiste positie staan.